Met Stichting Keramiek Atelier de Zwaan krijgt verpleeghuis Bloemendaal weer een zinvolle en zelfs creatieve invulling. Mensen met een licht verstandelijke beperking en GGZ-indicatie kunnen hier terecht voor een bijzondere en zinvolle dagbesteding. We zijn hier naar aanleiding van een krantenartikel uit de Goudse Post. Met een grote kop erboven, keramiek terug in Gouda. Ik ben daar gaan kijken en ik trof daar twee dames die het initiatief genomen hadden om daar iets nieuws te gaan beginnen. En een van die twee dames is Annemarie Plinta. En ik geef haar het woord, want zij heeft echt heel veel te vertellen. Annemarie, ga je gang. Slechte eerste indruk gemaakt. Nou, ik ben hier samen met de collega Marijke Bijema. En we hebben het keramiek opgezet omdat we vonden, we hebben er een passie mee. We hebben een passie voor keramiek, we hebben een passie voor het Goudse Plateel om dat nieuw leven in te blazen. En daarnaast zijn we allebei graag en betrokken bij mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. En die combinatie die willen we hier samen vorm gaan geven. We willen aan de ene kant keramiek gaan maken, mooi keramiek gaan maken in de traditie van het Goudse Plateel. Maar dat willen we wel doen met deze specifieke doelgroep. En dan willen we dat eigenlijk doen voor een doelgroep die wij noemen licht verstandelijk beperkt met of zonder GGZ-problematiek. Want die vallen soms een beetje tussen het wal en schip in bij de bestaande zorg. En wij denken dat met ons product, midden in de maatschappij, met een productlijn, met producten die we dadelijk gaan verkopen op de zomermarkten, dat we daar iets echt in kunnen toevoegen. En we kunnen dit tegenwoordig ook doen omdat de WMO er is. Was het vroeger allemaal een AWBZ gebleven, dan hadden we dat niet gekund. Maar omdat het nu WMO is geworden en er toch meer oog is voor kleine ondernemers, zelfstandige ondernemers binnen de zorgpakketten, nou hebben we ook die kans gepakt en gegrepen. Maar daar komt veel bij kijken. Ja. Want het is niet een kwestie van alleen maar huisvesting. Het is ook een kwestie van al die regelgeving. Ja. Maar om even tussenbij te komen, het is natuurlijk wel fijn dat Zorgpartners er was. Ja, en ook dat perfect. Jullie de kans kregen om dit, want dat is ook niet zomaar. Nee. We hadden het gebouw geregeld, of geregeld, we hebben een gebouw gehuurd en toen hadden we niks. We hadden een aantal afspraken met partijen die onze meubels wilden gaan toeschuiven. En iedereen is heel enthousiast, dus er kwamen van alle kanten ondersteuningen aan. Maar we hadden niks, wij zaten aan de koffie. In een legerruimte, de eerste dag, en we hadden niks. Nee, nee. Dus en toen zeiden we, hoe gaan we het aanpakken? He, want je kunt geen cliënten werven of vrijwilligers als je het nog niet hebt. Waar gaan ze op zitten? Nou, toen had Marijke contact gelegd met Zorgpartners en die wilde toen wel met ons in gesprek. En van hun hebben wij eigenlijk de restanten gekregen die over zijn gebleven na hun verhuizingen. Verder met je verhaal. Nee, maar dat, dus die kansen die hebben wij gepakt en door die ondersteuning van Zorgpartners, maar ook de positieve drive van onze privé initiatieven. Die mensen kwamen met een boekenrek aan, iemand kwam met een tapijt aan. Zo kwam iedereen met wat aan. En toen bleek eigenlijk dat we binnen 2 weken rond waren. Ja. We zitten hier in een pand wat beheerd wordt door leegstandbeheer, dus dat is een tijdelijk verhaal. We hopen in die opstartfase een kleine ondersteuning te krijgen voor de huur. Al is het niet veel, maar voor ons is het veel, want wij betalen alles particulier. Dit staat. We kunnen vooruit, we hebben ook al wat aanmeldingen. Want mensen met een dagbestedingsindicatie, zorgindicatie, WMO of AWBZ, of dat ze bij een andere zorginstelling actief zijn, kunnen zich aanmelden om hier dagbesteding te gaan volgen. Kan je daar misschien iets specifieker in zijn? We zoeken mensen met een LVB en of GGZ, hè? Dat is een keuze. Mensen die denken, ik heb een zorgindicatie nodig. Dus dat zijn mensen die nog niet kunnen werken of niet meer kunnen werken. En overdag wel dreigen te vereenzamen of niet hun dag zelfstandig kunnen inhoudelijk kunnen vormgeven. Die hebben vaak gesprekken met WMO-consulenten. Ja, ja. En die kunnen dan met de WMO-consulent afspreken van, god, dat is iets wat ik zoek. Er is ook een mogelijkheid voor zorgpartners, een zorgorganisatie, dus niet de zorgpartner, maar zorgorganisaties die zeggen, ik heb cliënten binnen mijn bestand die eigenlijk heel erg leuk zouden vinden om mee te doen aan de dagbesteding van jullie. Dan kan dat, dan maken we zogenaamde onderaannemerschappen. Ja, ja. Dus we kunnen op verschillende manieren, mensen kunnen ook particulier meenemen doen. Die zeggen van, nou, ik wil helemaal niks met een WMO, nee. Of ik wil niks met een zorgpartner, maar dit is wel iets wat ik wil. Kunnen zich particulier en zelfstandig aanmelden. Dat kan via de site. Of je belt ons gewoon op. Of je komt gewoon op de donderdagochtend binnenlopen. Ja. Want dan hebben we een inloopuur. Ja, ja. Jullie... Ik schakel nu even over naar Marijke Bijema. Want zij is degene die de opleiding volgt van het keramiek. Marijke, kon je daar iets meer over vertellen? Ik ben in 2013 begonnen. En dat is een 3-jarige vakopleiding hier in Gouda, de SBB. Dat is de enige vakopleiding in Nederland. En daar leer je
nou, het ambacht en zowel draaien als handvormen, glazuren maken, vormgeving en techniek. Dat is het. Heb je altijd een eigen atelier gehad? Of nee, heb je... nooit. Nee. Maar het is wel een hele oude droom van me. En ik heb ooit eerder ben ik eraan begonnen, kon het toen niet afmaken. En door een reorganisatie kwam ik in een periode waarin ik zelf kon doen wat ik wilde. En toen heb ik besloten om die oude droom weer op te pakken. En dat is natuurlijk nu helemaal gelukt. En dan gaan we het nu combineren met de reïntegratie. Ja. En dat is wel heel, ja, wat zou ik zeggen, voor mij het mooiste beroep van de wereld. Ja. Wat wil jij eigenlijk met deze mensen, met deze cliënten, moet ik eigenlijk zeggen, produceren? Wat wil je eigenlijk proberen om in gang te zetten? Ja, we gaan nu met de vrijwilligers die we hebben, hebben we een aantal teams. En we hebben ook een ontwerpteam geformeerd. En daarmee gaan we de komende maanden met wat we hebben. En we hebben een aantal mallen, we hebben ideeën, we hebben boeken. Gaan we zitten om een lijn te ontwikkelen. Die zeg over een maand of drie, of nou, misschien nog mooier, met Goudse Keramiekdagen. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Dat zou mooi zijn. En we hebben leuke aanmeldingen gehad. Ook van mensen die de keramiekopleiding SBB hebben gevolgd. Dus dat zijn ervaren keramisten. Ja. En we hebben ook een aantal talentjes in huis gehad. Nou, dat gehad is helemaal... Ja, dat zou helemaal... Die verbazingwekkend leuke dingen in korte tijd kunnen neerzetten. Ja.